Welkom, fijn dat u er bent. Um, allereerst die pillen. Daar zit dus jodium in. Uh, hoe werkt dat dan precies? Wat doen die? Dus de jodiumpillen die worden opgenomen door de schildklier. Dat is een klein orgaantje dat hier vooraan in de hals ligt. Dus ik heb het uh, Ja, Jij heeft een mal meegenomen, hè. mal meegenomen. En dus hier zien we hoe dat de schildklier eruit ziet. Wat er gebeurt bij een nucleaire ramp, is dat er radioactief jodium dreigt ook die schildklier binnen te gaan. En om dat te vermijden gaan wij aan de mensen het gewone jodium geven, omdat de opname van de schildklier van het jodium beperkt is. Dus dan, dan heeft die schild weer heel veel jodium binnengekregen en dan, en dan kan heeft hij daar het geen zin meer in. Dan, dan kan daar het radioactief jodium niet meer bij. Nee. En uh, dat zit dus in die peil die krijgen uh, heel veel mensen. Uh, u behandelt ook mensen met schildklierkanker, want dat is eigenlijk de ziekte die je dus kan krijgen mocht je dus wel radioactief jodium in je schildklier hebben. Hè? Dus dat is het grote verhaal geweest naar aanleiding van de ramp in Tsjernobyl... Uh, dat is dat men dan de bevolking is gaan opvolgen en dan heeft men gezien, voornamelijk bij kinderen, dat er toch wel een duidelijke stijging was van het voorkomen van schildklierkanker. Is dat een ziekte die goed te behandelen is? Dat is een ziekte die gelukkig goed te behandelen is. De meeste van de schildklierkankers zijn dus zelfs volledig te genezen. Dus wat dat betreft is het goed dat er ook radioactief jodium is voor medische toepassingen. Ja, u vindt het dus ook goed denk ik, dat die pillen worden uitgedeeld? Ik denk dat dat een verstandige redenering is. Ik denk dat dat een verstandige manoeuvre is. En ik denk ook dat het goed is om het nu uit te delen. Dan gaat er ook heel weinig tijd verloren als er ooit een ramp zich zou voordoen. Dat heeft Fukushima ons geleerd. Maar ik, ik kan me voorstellen dat um, als er radioactief materiaal uh, uh, vrijkomt... Nou, het is fijn dat je met zo'n pil je schildklier kan beschermen... maar je kunt er nog veel meer oplopen dan alleen maar een infectie aan in je schildklier. Dat is toch hele gevaarlijke straling? Dat is gevaarlijke straling, maar dan komt het er ook op aan om die gevaarlijke straling te beperken in de blootstelling van de mensen. Dat betekent natuurlijk is er nu de inname van de tabletten, maar dus een tijdige evacuatie of een snelle evacuatie, het eventueel de dus perimeter rond de ramp dus uitbreiden, dat zijn belangrijke zaken. Okay. Wie kunnen deze pillen nu het beste wel en niet gebruiken? Ik denk dat de keuze ook terecht is om dus mensen tot de leeftijd, zeker kinderen. Tot 18 jaar te gaan beschermen. Mensen ook tot 40 jaar, omdat inderdaad, vanaf dan het schildkliermetabolisme wat minder intens is. Omdat, wat ik daarnet ook zei: dus de, schild... de kinderen het meest gevoelig zijn ook voor de ontwikkeling van schildklierkanker door zo'n radioactief jodium. Ja. Nu krijgen we zagen we, die mensen krijgen dat per post opgestuurd als je tot die, dat gebied behoort hè, dat je die pillen thuis moet krijgen. Uh, hoe lang zijn ze dan houdbaar? Want als ik medicijnen thuis heb, dan staat er tenminste houdbaar tot. Uh, en op een gegeven moment moet je ze gewoon weggooien, dan wordt het gevaarlijk. Gelukkig zijn deze tabletten tien jaar houdbaar. Dus als het goed is moeten we pas binnen tien jaar opnieuw een nieuwe uitdeelronde organiseren. Dus tien jaar zijn ze houdbaar. Oké. Okay. Dank voor de uitleg. Graag gedaan.